De bouw van studentenhuisvesting Maritieme Academie vordert gestaag. Het is altijd een bijzonder moment als het hoogste punt is bereikt. Woensdag 4 oktober was het zover. Gekleed in veiligheidshesjes, helmen en schoenen betraden de genodigden het bouwterrein. Wij mochten van tevoren al even kijken bij het metselwerk, de toekomstige aula en even genieten van een mooi uitzicht vanaf het dak. De directeur van de Maritieme Academie sprak de gasten toe. Voor ons is dit echt heel erg uniek. Met 10 jaar geleden, in 2013, gingen Harry, de meneer met die baard, en André en ik om de tafel zitten en zeiden we moeten iets met onze huisvesting, want zo kan het niet langer. In 2013 begonnen met de plannen en de doorlooptijd had men mij toen verteld is ongeveer 10 jaar. Dat geloofde ik echt niet, dus ik dacht dat wij in 2018 wel een nieuw gebouw zouden. Nou, niets is minder waar. Maar ik ben wel ontzettend blij dat we vandaag het hoogste punt bereiken. En daarna volgde de openingshandeling. De vlaggen van de diverse partijen werden geplaatst op de afdekplaat van de lichtschacht. Geen gebruikelijk biertje voor de gasten, want de school is alcoholvrij. Maar wel een heus captain's dinner. En dat liet iedereen zich smaken. Het duurt nog even, maar straks beschikt de Maritieme Academie Harlingen over een moderne en energiezuinige huisvesting voor de studenten.